Oké jongens, we zijn begonnen. Lesweek 3, les 3, Elona 1. Zijn er vragen voordat we door kunnen? Naar het volgende onderwerp. Hey? Programma vandaag. Even kijken. We kijken naar de uitgangsstroom en uitgangsspanningenlimieten van de op-amp. Slew rate. Offset. Dat soort zaken. Dus ik... Ik heb altijd een programma, laat ik zo zeggen. Zijn er vragen? Verder ook niet? Nummer 1, geen vragen? Oké. Okay. We beginnen met de output current. Dus output current limit. En voltage limit. Die twee. Dit soort vragen komen ook in de opdrachten van het practicum terug. En er zijn wel mensen die dat toch een beetje lastig vinden. Ik zeg het nogmaals, het blijft netwerktheorie. Want een op-amp, dat hebben we ideaal beschouwd in les 1. En dat hebben we steeds niet ideaal gemaakt, steeds dingen erbij gezet wat steeds praktisch gaat worden. Vorige keer hebben we gekeken naar frequentieafhankelijkheid, naar de open loop gain. We gaan vandaag kijken naar de current limit en de voltage limit, want de op-amp kan niet oneindig veel stroom leveren en ook niet oneindig veel spanning leveren. Nou, de spanning die wordt gelimiteerd, nog logisch, door de voeding die je gebruikt. En de stroom, dat heeft te maken met de interne werking van de op-amp. Dus in principe levert de op-amp vermogen. Zo kun je het ook zeggen, de stroom keer de spanning. Ja, dus de op-amp die levert, op-amp levert stroom. En spanning. Maar daar is een maximum hiervan. En er is ook een maximum hiervan. Er is ook een minimum hiervan. Er is ook een minimum daarvoor. Dus je hebt een minimum voor stroom. En minimum voor. Dus hier heb je ook een minimum voor. Laat ik het even zeggen. Minimum en een maximum. En daar heb je ook een minimum en een maximum. Minimum. En een maximum. Ja, twee zaken. Heb je een minimum en een maximum. Wat gebeurt er nou? Dat is de vraag. Wat gebeurt er? Dus wat gebeurt er? Wat gebeurt er als je meer vraagt dan wat op-amp kan geven? Wat de op-amp kan leveren. Wat gebeurt er, denk ik? Gaat de op-amp in fik? Krijgen we een knal of zo? Stel bijvoorbeeld, je hebt een op-amp CPI gebouwd. Die heb je uitgerekend, dat schijnt gewoon 1 ampère nodig te zijn aan de uitgang. 1 ampère aan de uitgang. Je kijkt naar je data, dus schijnt dat die op-amp maar 70 milliampère kan leveren. Wat gebeurt er? Wat is het meest waarschijnlijk wat er kan gebeuren? Heeft iemand een voorstel? Hij zakt in, ik hoor hij zakt in. Hij smelt lang door. Hij brandt niet door, hij gaat niet kapot ofzo. Nee. Je wilt 1 ampère, je forceert niet 1 ampère binnen. Dat is iets anders. Dan had je gelijk. Als je 1 ampère erin pompt, maar hij mocht maar maximaal 50 mA of 70 mA, dan had je gelijk. Wat er gebeurd is, een uitgang kan niet meer zeg maar stroom leveren dan wat jij dus vraagt. En dan gaat er eigenlijk het volgende gebeuren, clipping. Dus het resultaat hiervan, doe ik even in rood. Het resultaat is clipping. Ja, dus het resultaat is clipping. Dat is eigenlijk dus een niet-lineair effect. Ja, dat is een niet-lineair effect. Dit is dus een niet-lineair effect. Dus een niet-lineair effect. Dat is dus eigenlijk een probleem, want we willen lineair versterken. Het zijn lineaire versterkers. En als jij er 2 volt ingaat. Gooien. Je hebt een versterkingsfactor van 20, dan wil je bijvoorbeeld 40 volt eruit als de op-amp wat aankan. Dan wil je niet opeens dat het zaakje driehoekje wordt als je sinus ingooit of een sinus in, whatever. Dus het moet wel lineair blijven. Dus dit moet sowieso voorkomen worden. Daar gaan we vandaag naar kijken eerst. Dat is onze eerste job, laat ik zo zeggen. Daarna naar de offset, dat zijn de DC offsets. En dan verder naar de common mode, differential mode gain, etc.
Ik wil hier dit toelichten met aan de hand van een voorbeeld. Dat is denk ik het beste. Dan zien we zeg maar verder. Zijn er hier vragen over de situatie? Nee? Dus we beginnen met een voorbeeldje. En dan hoop ik dat het zaakje met getallen veel aanschouwelijker gaat worden. Ik begin willekeurig met een niet-inverteerde versterker. Je kan het ook net zo goed doen met een inverteerde versterker doen. En probeer gewoon dit heel goed te volgen. Want dit soort vragen kunnen gewoon op de toets terugkomen. En dit soort vragen heb je ook eigenlijk in je practicum ook. Nou, we hebben een op-amp. Op-amp is gewoon ideaal behalve dan zeg maar zijn uitgangsstroom en uitgangsspanning. Nou, zoiets. Even kijken, dit noem ik VS, geen V1 dit keer. Dat maakt niet uit. Hier heb ik R2, hier heb ik R1, en hier heb ik mijn, en ik heb een belasting. En hier heb ik mijn uitgang. We gaan een aantal dingen hier doen. Ja. Nou, ik ga wat waardes geven, want anders kun je niet verder. R1 is, R1 is 1 kilo ohm, dus 1000 ohm. R2 is 3 kilo ohm, ja, dat is 3000. De VS, dat is een sinusvormig signaal, dat heb ik even zo genoemd. VSM, de cosinus van 2000 pi, dat betekent dus 1000 hertz, hè? Dat is radiale. En ik heb, verder heb ik dat op-amp aan de uitgang maximaal kan leveren, plus of min, dit betekent niet ongeveer, maar ik kan plus en een min. Dan heb ik hier 50 mA. En aan de uitgang kan de op-amp plus of een min 12 volt. Dus ik heb niet aangegeven wat voor voeding het is, 50 volt, de min 15, ik heb alleen aangegeven wat aan de uitgang staat. Dit is belangrijk. Als je op de toets bijvoorbeeld de voedingklem wel hebt gekregen voor mij, dus de positief is zoveel en negatief is zoveel, en ik zeg ideaal behalve de zaken die hier staan, dan mag je aannemen dat de maximale uitgangsspanning gelijk is aan de spanning die hier staat. Ja, dus de 15 volt voor VCC bijvoorbeeld, en min 15 voor VEE, weet je dat de uitgangsspanning maximaal 15 mag zijn. Dit keer heb ik het gewoon heel duidelijk aangegeven, dus op deze manier. Dit krijg je van mij, dit is gewoon gegeven, dit zijn de gegevens. Wat is gevraagd? Wat zijn de vragen? Ik wil het even opschrijven. Dus op-amp is voor de rest ideaal, dus geen frequentieafhankelijk business, geen andere zaken. De vragen zijn, dus gevraagd, ja, we proberen dan daar uit te werken. De eerste vraag, A, is bereken. Want dit soort vragen komen ook terug en in het examen toets en zeg maar op het practicum. Bereken de maximaal toegestane, dus maximale amplitude, laat ik het zo formuleren. Dus maximale amplitude van de ingangssignaal als RL is, even kijken. 10 tot de macht 4 ohm, dat betekent dus 10 kilo. En dan herhaal ik het zaakje, dus dan zeg ik weer breken de maximale amplitude als dit keer RL nog kleiner, 100 ohm wordt. Ja? En we gaan even kijken hoe we dit nou moeten tackelen. Dit zijn dus de gegevens. Dit is de vraag. Als we dit snappen, dan snappen we dit ook. Toch? Oké.
Okay, daar gaan we dan. Wat gaan we eerst doen? Nou, het is een opamp met een ideale toestand. Dus dit punt is gelijk aan dat punt. Het is 19 teruggekoppeld, dat zien we. De opamp die hier, zeg maar, de stroom levert, dat is dus de I-out opamp. Ik doe even zo I-O en dan komma opamp. Die verdeelt zijn stroom hier in de belasting, want hier heb ik geen stroom naar binnen. En hier, dat noem ik I2. En hier loopt geen stroom, dat is natuurlijk 0 ampère. Omdat de ingangsimpedantie van de opamp oneindig is. De rest is zeg maar wel aanwezig, zoals je kan zien. Dus wat kun je nou eigenlijk zeggen voor opgave aan? Dus dan kun je eigenlijk de volgende vergelijking opstellen. Dan kun je zeggen, de IO van je opamp die is gelijk aan de IL plus I2. Dat is gewoon Kirchhoff stroomwet op dit punt. Dat ik even dit punt, I noem. Ik noem het punt I. Dus dan zeg ik hier, even de A is de kant opgeschoven, dan zeg ik KCL toegepast bij punt I. Zeg Sebastian? Kirchhoff current law. Dat betekent dat. Dus Kirchhoff current law. Dat is een stroomwet van Kirchhoff. KCL. Nou, we gaan het even uitpakken. Want we gaan dit schrijven in termen van weerstanden en spanningjes. Dus die IO opamp is gelijk aan VO. Toch? Dit heb ik niet opgeschreven, maar nu wel. Dus de V-out. V-out, laat ik het even out noemen. Gedeeld door de belasting, en dat is de stroom, IL, plus V-out delen door de R1 plus R2. Want ik kan het als één tak zien, want hier loopt geen stroom. Dat betekent dus eigenlijk, dit is gewoon, wij spreken een open circuit, dus ik kan eigenlijk hier dit beschouwen als één tak. En eigenlijk zie ik de uitgangsspanning, dus deze, deze, dus RL, en deze twee weerstanden parallel. Vrij simpel, dan loop je eigenlijk direct naar die formule toe. Nu is het kwestie van invullen en kijken wat er gebeurt. En ik vraag natuurlijk om de maximale amplitude van ingangssignaal. Wat gaan we dan doen? Nou, dan gaan we kijken naar de ergste situatie. De ergste situatie is dat de uitgangssignaal 12 volt bereikt. Nou, niet voor 5 volt of 6 volt uitrekenen, maar voor de hoogste waarde. Dus wat gaan we nou doen? Zet dit op de maximale. En zet deze ook op de maximale waarde. En kijk wat er gebeurt met de uitgangsstroom van je opamp. Nou, je kunt al een aanname maken, want dit is 10.000, vrij hoog. Je kunt zeggen, nou, ik denk niet dat het aan de stroom van de opamp gaat liggen. Totdat die gaat begrensd liggen. En dat het eigenlijk aan de spanning gaat liggen. Want het ligt aan één van die twee. Zometeen is het 100 ohm. Dat is laag. En dan denk ik dat deze heel veel stroom gaat vragen. Vergeleken met die R1 en R2. Dus, mijn aanname is bij D dat de juiste, zeg maar, de begrenzing door stroom ontstaat en niet door spanning. Dus hier door spanning en hier door stroom. Dat gaan we checken. Als je dat niet checkt op de toetsen van nou, ik denk dat het wel goed zo is, weet je wel. Van nou, ik denk dat hier aan de spanning ligt en daar aan de stroom. Dat is een risico die je neemt. Ik ga het niet aanrekenen, maar dat is een risico. Dan mag je gewoon... Ah, ik ga toch de check doen. Dus ik ga het volgende doen. Ik zeg van, laat ik even toch de stroom berekenen die de opamp nou daadwerkelijk levert. Niet daadwerkelijk leveren betekent niet dat hij per se dit moet leveren. Het kan niet leveren, maximaal, maar hij levert niet per se dit. We gaan even kijken. Nou, dan reken ik even uit. We gaan even checken. Dus we gaan zeggen, IO opamp is gelijk aan maximaal, dus dat is eigenlijk 12, gedeeld door 10 tot macht 4. Ik vul gewoon in de dingen die ik heb. Plus 12. Gedeeld door, dit was 1000, dit was 3000. Nou, dan komt hieruit, als je dat netjes doet, en dan kijk ik even mijn papiertje, komt hieruit 4,2 keer 10 tot macht min 3 ampère. En dat is kleiner dan dit. Dus mijn aanname klopt. Dat had ik wel gedacht natuurlijk, omdat het 10.000 was. Dus dit is dan groter of kleiner dan 0,0. 25 ampère, dus aanname klopt. Wat doen we dan? Nou, dan zeggen we, laten we nou aannemen dat de opamp nou de volle MAP levert. Dat is dus eigenlijk een 50 milliampère. Dus dan zeg je eigenlijk het volgende. Dan zeg je 0,050, dat lever jij gewoon. Toch? Dat is gewoon wat jij hebt.
Nee, sorry, excuus. Ik ga even... Pardon. Dat is voor de volgende vraag. Ik haal het even door elkaar. Dus we kunnen dit leveren. Dus betekent dat eigenlijk de begrenzing door de spanning ontstaat. Dus wat gaan we dan vervolgens doen? We gaan kijken naar de versterkingsfactor van het ding. Wat is de versterkingsfactor van het ding? Van ons circuit. De closed loop gain. Dat is natuurlijk een niet-inverterende versterker. Dan kun je gelijk zien 1 plus. Die delen door. Die. Ja, dan krijgen we dus 1 plus R2. Delen door R1. Dat is dus gelijk aan 1 plus 3000. Delen door 1000. Komt uit op 4. Precies. Plus 4. Nou, dan kan ik zeggen. ACL was gelijk aan V-out gedeeld door V-in. Of V-S dit keer. Dat is 4. Dat heb ik niet uitgerekend. Maar ik moest dit hebben. Toch? Dan kan ik het volgende doen. Dan kan ik zeggen, ja. V-S is gelijk aan V-out delen door closed loop gain. Nou, dit is gelijk aan 12 en ik heb 4, dit is dus gelijk aan 3 volt. Dus dit is de maximale amplitude van ingangssignaal. Dus 3,00001, bij wijze van spreken, even theoretisch. Dus hoger dan 3 gaat het klippen. Dit is dus voor opgave A. Dan kijken we dan even naar opgave B. Nou, ik denk dat dat schatten we in, dat schat ik in, omdat dit heel laag is. Ik denk dat de stroombegrenzing wel ontstaat. Maar we gaan toch even checken volgens deze vergelijking. Dus ik ga niet invullen wat dit is, maar ik ga invullen weer wat VO is. Dus ga ik een maximaal maken. We gaan weer een check doen. Dus in principe zeg ik weer IO op-amp is gelijk aan 12 delen door 100. Dit is al gek, hè? Dit is al 0,12. Dus hier is het eigenlijk al show over. Zie je, dit is al 12, dit is al 120 milliampère. Dus ik hoef niet eens uit te rekenen wat dit is. Maar goed, dan druk ik er even erbij. Dus het is 1000 plus 3000 en dan komt hier uit 0,123 ampère. Dat is dus groter dan 0,025 ampère. Dus ik kan niet dit aan de uitgang krijgen, dus 12 volt is onmogelijk. Wat moet ik dan doen? Nou, ik moet uitrekenen wat dan de uitgangsspanning kan zijn. Ja, dat is dus de volgende stap. Dus dan zeg ik, nou gaat op-amp wel de volle map leveren, dus dat ging ik net wel gebruiken, maar dat was juist hier de bedoeling. Dus die 50 mA gaat hij nu leveren. En ik ga nu kijken wat hij nou wel kan leveren aan de uitgang, dus de V-out max. Dat is dus niet meer de 12, want als ik dat doe, dan kom ik op die 123 milliampère bijna uit. Dit is dan die 100 plus weer de VO max, wat het ook is, en deel door. Nou, dit is 1000 plus 3000, dat is eigenlijk 4000. Nou, als je dat netjes doet, dit is gewoon even, ja, wiskunde. Als je dat netjes doet, dan kom je hier uit op VO max. Ben je aan het max van 2,44 volt. Zie je? Dat is veel kleiner dan wat we eigenlijk zouden willen. En dan zeg je, dan V-in, wat dus, of VS, sorry. VS dus, wat dus gevraagd was, amplitude. Eigenlijk dus hier een dakje maken, maar goed. Zal dat een dakje doen, dat is beter. Dan hebben we tenminste van een dakje. Nou, dan hebben we dus het dakje. Dat betekent dus hier heb ik dus die 2,44 gedeeld door, wat is dat? De closed loop gain. Wat is dat? 4. Dus die stop ik hierin. Dus dan kom ik hier uit op 0,61. Vele malen kleiner. Dus kijk, ik ben 5 keer gezakt. 5 keer minder geworden. En zo gaat de berekening, dus ook op de toets ook. Als jij dus een relatief hoog uitgangs, dus de belasting hebt, kun je aannemen dat het eigenlijk aan de spanning ligt. En als het klein is, kun je aannemen dat het aan de stroom ligt. Zo kun je eigenlijk doen. Dat is natuurlijk wel een middenweg. Dus wanneer begint nou eigenlijk het zaken dan wel in te knijpen? Nou, dan kun je gewoon zeggen, van, nou, dit heb ik op 50 mA gesteld.
RL is onbekend, deze zijn wel bekend en dan ga ik uitrekenen wat die is. Dat is ook een opgave op de practicum. Dus hier heb ik mijn vergelijking. Om uit te rekenen bij welke RL eigenlijk die kritieke punt ontstaat. Ja, dat is dus dit. Dat is dus onbekend. Dus alles draait eigenlijk om eerst deze vergelijking die hier staat. Die is belangrijk. Als je dat niet kan opstellen, dat betekent je bent nog niet echt op de hoogte van de netwerktheorie. Dus eigenlijk wat ik allemaal aan het doen ben, is netwerktheorie toegepast op simpel op-ampje. Vorige keer was het bij InLela over transistoren, diodes. Ja, blijft een beetje hetzelfde verhaal. Eén keer is het driehoekje en de andere keer is het een andere symbooltje. Even kijken of jullie echt dit hebben begrepen. Dus dan gaan we even kijken naar een andere opgave. Maar dan een voorbeeld. Volgens mij heeft Bas een vraag, ja? Nou, voor mij klopt het antwoord bij A niet. Nou ja, het antwoord klopt wel, maar van de outputstroom die 4,2 keer 10 mag min 3 is. Wat is het? Als je 100.000 deelt door 12 in ieder geval komt er 3,12 keer 10 mag min 3 uit. En als je 10.000 deelt door 12, dan komt er wel 4,2 uit. Dus een 0 vergeten daar. Ik kijk even. Mag ik een rekenmachine? Ja, gewoon puur even checken. Ik geloof je wel hoor, maar... Wat zeg je? Nee, dat er geen netwerktheorie opvalt, dat daar een beetje lastig is. Ja, dat blijft een punt dat continu ons achtervolgt, en dat is jullie. Ik heb het wel. Wat is die? Ik heb gewoon dit door 4000 gedeeld, en deze dus door 10.000. Dat moet 100.000 zijn. Wat zeg je? 10 tot macht 4. Ja, het is 10.000. Is goed toch? Ik heb het hier niet gedaan. Je hebt volgens mij 10 tot macht 5, dan, ja, dan komt er super weinig uit. Ja, nee, dan heb ik het fout. Dankjewel. Maakt niet uit. Ja, oké, dan ga ik even een opgave op het bord knallen. En probeer daar even helemaal alleen even naar te kijken. De procedure hebben we een beetje gezien. Dus dit haal ik weg, kan al weg. Allemaal weg, 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 weg. Helemaal goed. Als mensen toch het gevoel hebben van nou, dat netwerktheorie, dat moet ik even echt oppoetsen. Er staat in de programma staan een aantal boeken. Even kijken. Op de tweede pagina. Even kijken. Ja, die derde. Dat is Introduction to Electric Circuits, wel Engels. Dat is een heel goeie. Dat raad ik aan. Die heb ik... bij me tenminste, op mijn kamer, als mensen dat willen zien, dat kan. Ik hoef niet gelijk de laatste versie te hebben. Ik kan gewoon... Oké. Nou, ik heb weer dezelfde circuit. Een aantal vragen staan hier. Even kijken wat ik allemaal heb gegeven aan jullie. Dit keer is R1 gelijk aan R2, dus we maken het even makkelijk. En was die andere keer is wel 10 tot macht 5. Ja. Oké. Okay. Alright. Even kijken. Dus de V-out max van de op-amp is gelijk aan plus of min 4 volt. Dit keer is het anders. En E-out max van de op-amp is plus of min 10 milliampère. De vraag. De vragen eigenlijk. Oké. Breken VS, dat is dus de amplitude van VS, voor RL is gelijk aan 1000 ohm. Dan maak het anders. Breken RL gaan we doen. Breken RL max, dus maximale RL laat ik zo zeggen. Breken de maximale waarde van RL. Waarde van RL. Als VS, de amplitude van VS is gelijk aan 0,5 volt.
Nou, dit is het dus. Probeer het even. Ik denk dat het eerst makkelijk is. A. Klaar? Ja. Bastien van Bijvoorbeeld. Ah, bij nader inzien. Ga ik nog een keer nakijken. Kijk eens, helemaal deelt open. Even kijken. Wie is klaar? En we gaan gewoon met A beginnen. Dus wat graven we hier? We vragen hier de amplitude van VS. Dit zijn allemaal 100.000, 100.000. Hier heb je een keer die stroom hè, van die op-amp. Dat verdeelt zich in de belasting. En in onze I2. Dus we kunnen weer dezelfde vergelijking hierop stellen. En ik heb relatief groot belasting. Dus dan kunnen we eigenlijk zeggen, laten we even een check doen wat nou eigenlijk de uitgangsstroom is. En dan kijken we of we naar boven die 10 mA komen. Dit keer is wel lager dan die vorige keer. Misschien zijn we er overheen. Dus we pakken dan de maximale 4 volt. Dan zeggen we hier 4 volt delen door belasting. Dat is dus de 1000. Plus 4 volt gedeeld door type de Mach 5, plus type de Mach 5. Dus dit is die RL, dit is R1, dit is R2 zeg maar. Ja? En als je het netjes uitrekent, dit is dan 4 tot de Mach 10, 4 keer de Mach min 3. Heb je het helemaal uitgerekend? Nee. Marian, ik pak jouw rekenmachine weer. 4,0. Zoals altijd. 4,02 keer 10 tot de Mach 10. Zij? 4,
2 keer 10 tot de macht minder 3. Even checken hoor, gewoon een double check. 4,02. Milliampère, nou is veel kleiner dan die 0,0. Nou, veel kleiner. Is gewoon kleiner, dus we zitten gewoon goed. Dus we kunnen doorgaan. Zal ik het bij me houden of wil je het zo? Mij mag je wel. Mag je hebben. Dus we kunnen wat kunnen we zeggen? De volle map, dus spanning komt hier eigenlijk aan de uitgang. De ACL is gelijk aan V-out delen door VS. Dat is gelijk aan 1 plus R2 deel door R1. Dat is gelijk aan 2. Hier. Ja. Dus dan kan ik zeggen, VS, amplitude van VS is gelijk aan amplitude van V-out, wat dus 4 volt is, gedeeld door ACL, dus gelijk aan 4 volt gedeeld door 2 is gelijk aan 2 volt aan uitgang. Of 1 aan ingang. Maar heeft die ACL geen dimensie? Wat denk je? Heeft hij een dimensie, een versterkingsfactor? Nee. Het kan wel dimensie hebben in een andere configuratie. Bijvoorbeeld, als ik hier bijvoorbeeld stroom in zou gooien en spanning eruit zou krijgen, dat is dan een transimpedantieversterker. Dan heb je gelijk, dan heeft die factor wel een eenheid, dat is dan, wat denk je? Weerstand. De naam zegt wel transimpedantie. Dus dan heb ik spanning gedeeld door stroom is weerstand. Maar dit keer is de factor even gewoon geen eenheid. Volgende, die is lastiger. Maar dan ga ik het hier hebben over RL, wat ik dan maximaal kan hier zetten. Want dan zie je potmeteren, dan gaan we op de practicum. Dat ik hier een potmeter, gaan we draaien tot er zeg maar, ja, een probleem ontstaat. Of clipping. Dus we gaan door tot de clipping ontstaat. Weer dezelfde vergelijking, maar hierbij is dit is onbekend. Dus wat gaan we zeggen? Op-amp kan maximaal leveren. Dus 10 mA. En ik ga gewoon door totdat zeg maar, 4 volt aan de uitgang staat. En hier is mijn weerstand die ik onbekend heb. Ja, en hier heb ik 4 gedeeld door 10 tot de macht 5, plus 10 tot de macht 5, krijg ik dan, eens even uitrekenen. Nou, hier staat weer hetzelfde als daar, ik kan het even rustig doen. Dus 4 gedeeld door RL, plus, dat is gelijk aan 2 keer 10 tot de macht min 5. Ja toch, dit is gewoon 2 keer 10 tot de macht 5, gaat naar boven. Snap jullie helemaal goed. En dan heb ik hier 0,01 min 2 keer 10 tot de macht min 5 is gelijk aan 4 gedeeld door RL. Dus RL is gelijk aan 4 gedeeld door wat hier staat. Maar het werkt 0,5. Ja, is de V-out dan nu nog wel 4 omdat de VS 0,5 is? Pardon, heel goed, heel goed. Ik ben bijna in de soep gegaan, heel goed. Dankjewel Arjan, tenminste ook Hans. Oh, dit is 0,5, de versterkingsfactor is 2, dus ik krijg hieruit 1. Dus 1. Kijk, ik maak ook altijd een fout. Af en toe foutjes, kan ook bij mij dus. Ik ben geen robot, hè? Dat is ook wel fijn. Nou, dan heb ik hier dit. Nee, dat andere is ook anders dan. 2 keer 10 tot de macht 5. Ja, die wordt ook anders. Dit wordt, pardon, dit wordt ook anders. Even kijken, dan wordt het 4. 5. En dan 10 tot de macht min 6. Ja. Dat heeft wel effect op de aantal zaken. Maar we zijn er bijna. Nou, dan gaan we even uitrekenen. 100,5. Ik reken ik nog even dit even uit. Voor de zekerheid. Ja. Ik geloof je wel, Hans, maar ik check het even voor de zekerheid. 100. Oh, dat is bijna 100. We doen gewoon lekker 100, simpel. Ronto. Lager dan Ronto, wat gebeurt er? Is dat een maximale of een minimale waarde? Minimaal. Eigenlijk minimaal, hè? Dus deze formulering is ook niet goed. Dus het gaat eigenlijk om de minimale waarde. Wat lager, bijvoorbeeld 99, lager, lager, lager,
dan gaat dit deel dus meer stroom vragen. Dus dan gaat dus eigenlijk boven die 0,01 komen. Dat is het hele verhaal. Dus zo heb je dus eigenlijk een vraag gezien waarbij je dus één keer kijkt naar de ingang, spanning, amplitude, en de andere keer naar de weerstand, dat soort dingen. Mag RL dan oneindig groot worden dan? Naar de maximale waarde. Dus eigenlijk als ik deze vraag had gesteld op de toets, ja, nu heb ik het ter plekke gedaan eigenlijk, dan had je eigenlijk kunnen zeggen, 1 teraohm mag ook, dus oneindig. Mits natuurlijk alleen maar dit probleem aangekaart is. Want als er een probleem is zoals ruis, ja, dan kun je dat niet zeggen. Want hoe groter jouw weerstand, hoe groter de ruis. Dat wil je natuurlijk niet uit. Toch? Of wel? Nee. Dat kun je niet. Ruis is geen probleem. Oké, nou het volgende onderwerp. Dat is als het klaar is. Duidelijk dit? Iedereen is gewoon hier helemaal mee eens? We hebben een volgende probleem, want we blijven problemen opstapelen. Dat is wat we noemen slew rate. Slew rate, dat is de volgende. Slew rate. Nou, we hebben vorige keer gezien dat de frequentie aan de ingangssignaal effect heeft op je uitgangssignaal. Wat voor effect? Nou, hij gaat dus kleiner worden. Dus de versterkingsfactor, dit is even een terugblik. Review van vorige les, wat was het? Dan hadden we een bodemplot. Die liep zo. En uiteindelijk liep het gewoon weer terug, zo naar beneden, toch? Dus die versterkingsfactor die jij had, uitgerekend, ACL, DC, die is niet altijd zo. Dus dat is niet altijd 4 of zo. Of wat we net hadden, 2. Die gaat op een gegeven moment naar beneden, want het is de frequentie. Het is de gain. Oké, het enige probleem die we hier hebben is het zaakje kleiner wordt dan normaal. Dus de versterkingsfactor is minder dan wat je had eigenlijk ingesteld. Maar we krijgen geen vervorming. Toch hoort niet opeens van de sinus een andere vorm, een driehoekje of zo. Nou, slew rate daarentegen is wel een niet-lineair effect. Dus je kan een sinus erin gooien en je krijgt drie eruit. Dus de slew rate specificatie van je opman, die is belangrijk. Die moet je goed in de gaten houden. Het heeft te maken met hoe stijl jouw uitgangssignaal mag zijn. Dus ook heeft te maken met de frequentie. Maar ook te maken met de amplitude van je uitgangssignaal. Dus die twee dingen zijn belangrijk. Dus de slew rate is dus een niet-lineair effect. Ik ga zo meteen dat met een simpel wiskundig analyse uitleggen. Het is een niet-lineair effect. Niet-lineair effect. Niet zoals hier. Hier is een lineair effect. Dat vinden we op zich geen probleem. Ja. En dat heeft te maken met maximale verandering van de uitgangsspanning. Uitgangssignaal. Ja, dus de tempo, zeg maar, de rate of change, zeg maar, zeggen ze ook al in het Engels. Dat is voor ons belangrijk, oftewel dit. Dus de uitgang, dus ga ik het nu mathematisch schrijven, maar ik ga het zo meteen nog verder toelichten. Dus de VOUT DT, we kijken hiernaar. Wat hiernaar van de maximaal is. Dit is voor ons interessant. Ja. Het heeft dus te maken met de stijllijn, zeg maar, van jouw sinus. Stel, laten we even dat even met een situatie proberen toe te lichten met wiskundig, zeg maar. Stel, jouw uitgangssignaal is gelijk aan VO maximum, dat is je amplitude, keer bijvoorbeeld sinus omega t. Dat is gewoon jouw uitgangssignaal uitgedrukt in een sinusvormige situatie. Nou, als ik nou daar de afgeleide van pak, wat gebeurt er? Dan heb ik wiskunde, hè? Die omega komt naar buiten. Dus dan krijg ik hier omega keer de VO max keer de cosinus van omega t. Het is wiskunde. De vraag is, wanneer is dit nou
post of maximum. Oftewel, wanneer is dit nou maximum? Ja, dus als ik nou hiervan de maximum wil berekenen, maximum, en ook van dit is geëvolueerd, maximum, wat is dat? Wie weet dat? VO maximum, toch? Wat zeg je? VO maximum. Nee, ja, dit is amplitude. Het heeft niks te maken met maximum wat ik wil hebben, maar omega keer de amplitude van je uitgangssignaal keer een cosinus van de iets wat erin zit. Dat moet maximaal zijn. Wanneer is het maximaal? Nou, als dit ding 1 is, dat moet sowieso, toch? Want de cosinus kan tussen 1 en een min 1 slingeren. Dus ik neem het 1, dat betekent dus maximaal waarde is dit. Dat is het enige wat ik kan krijgen. Meer dan dat krijg ik dus. Ik kan niet dit 25 krijgen of zo, toch? Dus dat is gewoon 1 over min 1. Dus dan ga ik de beste nemen, dat is de 1. We gaan niet voor de 0,4 of zo. Dat is 1. Dus dat betekent omega keer de amplitude van je uitgangssignaal. Dat is dus mijn waarde. En dat is gedefinieerd als slew rate. En slew rate is dus afkorting SR. Slew rate. En dit heb je gewoon in je data. Er staat een data zit een bepaald getal. Dat geeft dus aan de stijlheid. Wordt zoveel volt per seconde of zo. Wordt 2 miljoen volt per seconde. Dat klinkt heel veel, maar bij sommige applicaties is dat niet eens genoeg. Ja? Dus jij moet met jouw frequentie en uitgangsspanning, dus twee dingen, lager zijn of gelijk aan die slew rate. Dat is belangrijk. We kunnen ook dit ook anders schrijven. We kunnen ook zeggen 2 pi keer f. Weer de uitgangsspanning maximaal, hè, dus heeft te maken met de amplitude, is gelijk aan SR. Nou, dan kun jij dus uitrekenen dat bij een bepaalde frequentie eigenlijk de vervorming niet ontstaat. Want ik had net over lineaire ja, operatie hier. Dus dan wordt eigenlijk de verstrekkingsfactor minder dan wat je had gewenst. Maar het is een niet-lineair effect. Dus je kunt eigenlijk twee dingen controleren. Je kunt zeggen, oké, ik heb wel uitgerekend met die closed loop gain en ik heb een bandbreedte van zoveel. Ja, zeg maar 8000 ohm. Of hertz, sorry. Prima, 8k. Maar ja, mijn slew rate heeft eigenlijk net mijn waarde gegeven, die is 4 kHz. Dus ik kan wel zeggen, ik heb wel de bandbreedte, maar ik moet al eerder stoppen. Dus als er zo'n opgave komt op de toets, en ik zeg bijvoorbeeld, bereken nou de maximale frequentie in jouw circuit, waarbij aan de uitgang een onvervormd signaal ontstaat, dan moet je twee dingen checken. En dit, en slew rate. Een slew rate is de baas natuurlijk, want die gaat vervormen. En hij niet. Dus pas op, ga niet alleen maar dit doen zoals die ene formule, closed loop gain keer, weet je wel, de bandbreedte is gelijk aan unity gain frequentie. Dat is alleen maar bij een niet vervormd zaken, dus voor een lineaire zaken. Dit is vervormd. Dus ik krijg hier eigenlijk, als je goed kijkt, deze formule. Dit is voor ons natuurlijk interessant. Oh, dit is gewoon. Dus waar hangt het af? Van frequentie en van de uitgangsspanning, de amplitude van je uitgangsspanning. En die twee dingen. Ja. Als je dit wil uitrekenen, wat ze ook al noemen de full power bandwidth, dit ding. Dit noemen ze ook al de full power bandwidth. Dus full power bandwidth. Dus eigenlijk de frequentie, oftewel de bandbreedte, tot eigenlijk lineair gebied. En daarna begint het zaakje niet lineair te worden. Dit is gelijk aan F met subscript hoofdletter F en hoofdletter P. Dat is full power. Wat is dat ding? Dus als ik dat vraag op de toets, is het eigenlijk kwestie van deze formule toepassen. Ja. Wat je ook moet opletten, want dit is wel prima. Ik kan wel zeggen, ik ga deze formule gebruiken. Maar de uitgangsspanning, zeg maar, hoeft niet per se de voedingsspanning zijn van je circuit. We hadden net bijvoorbeeld dus opgave met 4 volt of min 4 volt. Ik kan bijvoorbeeld een versterking hebben, zodanig met ingangssignaal, dat ik bijvoorbeeld 1 volt heb gecreëerd. Heb ik net gekregen, toch? Maar de opamp kan wel 4 volt geven aan de uitgang. Maar toch heb ik 1 volt gekregen. Dus dan moet je niet hier 4 volt gaan invullen, dan moet je juist zeggen 1 volt. Ja, want dan zou je het natuurlijk wel oneerlijk gaan doen. Dus hier moet je alleen invullen wat je daadwerkelijk aan de uitgang krijgt.
Het is niet die 4 volt. Dat is belangrijk. Dus ga niet hier zeggen van nou, ik heb een specificatie gekregen, maximaal 4 volt, 1 onbekende minder. Nee, dat is fout, want je moet kijken naar ingangssignaal, die was net 0,5. Die fout maakte ik ook. Ging ik direct naar de 4. En je moest eigenlijk uitrekenen 0,5 keer 2. Dat is je uitgangsspanning. Dat vul je hierin. SR haal je gewoon van je datasheet, die is vaak bekend. 2π, dat is gewoon een getal. En dan ben je eigenlijk gewoon direct op je F full power. Zijn hier de vragen over? Zijn hier onduidelijkheden? Mensen die toch graag willen weten van nou, hoe rekenen eigenlijk uit dan stel dit is bijvoorbeeld anders. Ja, dat is een mathematica, ik ga het niet bewijzen, maar het is eigenlijk vrij simpel. Stel je wilt een uitgangsspanning uitrekenen. Die bijvoorbeeld anders is dan zeg maar de maximale uitgangsspanning. Die is gelijk aan dit. Dus de Vout. Dat is gelijk aan Vout M. Keer de full power. Delen door normale omega. Dus jij kan nou uitrekenen bij welke omega eigenlijk het zaakje gebeurt. En dan kom je eigenlijk naar de daadwerkelijke. Dit is gewoon verhouding verhaal. Hier kom je met de wiskunde wel uit. Maar je kunt ook dit gewoon gebruiken en dan in de achterhoofd houden van wat is nou daadwerkelijk uitgangsspanning. Ja? Dus dit gebruik je als de uitgangsspanning lager is dan de maximaal toegestaan uitgangsspanning. Zo kun je het eigenlijk bekijken. Ja, hoe ziet de tekening aan eruit? Want we kunnen het misschien even gaan tekenen. Dat haal ik even weg. Dat sinusje wat we dus erin stoppen. Ik moet even denken hoe je dat moet doen. Ja, dus we hebben dat sinusje. Die stoppen we in onze amplifier. Dus we hebben dat sinusje. Hebben we liefst ook een grotere sinus, maar het blijft wel sinus. Dat hebben we liefst. Wat we krijgen dus, als we de slew rate hebben bereikt, krijgen we dit. Wat gaat Opam doen? Die gaat zeggen van, oh, dat is wel een heel hoge tempo, dat ga ik echt niet redden. Die gaat dit doen. Die gaat zijn best doen, die gaat dit doen. Ja, hier krijg je zo'n driehoekje eruit. En dan, oh, dan moet ik weer naar beneden, zegt hij. Nou, here we go. Oh, dan moet ik weer naar boven. Dus ik krijg eigenlijk zo'n driehoekje. Je hebt eigenlijk automatisch van een sinus een driehoekje gecreëerd. Dat is een mooie wave-shaped circuit. Maar dat was niet de bedoeling natuurlijk. De bedoeling was gewoon mooi versterken. Lineair versterken. Ja? En deze helling, die helling hier is... Dat is die SR, die helling daar. Ja, die helling die je hier hebt. Dat is gelijk aan de slew rate. En slew rate wordt gegeven dus in. Slew rate wordt gegeven in volts per seconde. In data staat dat volt per microseconde, omdat het een groot getal is. Dus er staat er bijvoorbeeld datasheet, staat 5 volt per microseconde. Betekent 5 keer 10 tot de macht 6 volt per seconde. Ja, want het per microseconde betekent dus in een seconde doe ik dus miljoen keer dit. Ja. Hoe wordt het gemeten? Want dat is ook wel de vraag van nou oké, dit ga ik nou meten. Dus ik wil gewoon het worst case scenario van mijn Opam. Dus ik wil zijn performance weten, wat die al aan kan. Nou, dat kun je doen op de volgende manier. Dat is een manier, niet per se de enige manier. Je kunt je Opam in een Unity Gain vorm, dus als een buffer aanschakelen. Aan ingang zet je een stop. Dus dan heb je gewoon dit. Boom. En dan loop je gewoon van 0 volt tot een bekende iets. Deze amplitude is gewoon wel belangrijk, maar je kiest gewoon zo zoals je wilt. Zoals je kan, laat ik zo zeggen. En aan de uitgang meet je de curve. Ja? Dus dan zet ik hem even erbij hier. Dus je hebt een ingangssignaal als functie van tijd. Die gaat boem omhoog, dat is dus onze stapingang. Stel deze amplitude is, nou wat zullen we wel noemen, A bijvoorbeeld. A hoog, heeft niks te maken met de versterking. A hoog. Ja, dit is dus A. Dit is begon bij 0. Ja, dat is onze ingang. V in, hier ook. V in. V in. Ja. Nou moet V out geregistreerd worden. Dat kun je dus echt met je scope gewoon registreren. Moet je wel even met je timescale even goed uitzoomen. Anders zie je het niet.
Hier is onze V-out. Ja, wat krijg je? Nou, je krijgt niet dit. Want je krijgt niet poem. Je krijgt wel dit als je natuurlijk helemaal ingedrukt hebt, die schaal zeg maar op je scope. Dus mensen denken, nou, dat is prima. Toppie. Maar ja, als je het verder uitzoekt, dan krijg je dit. Het uitgang is dit. Wat krijg je dan nou? Inderdaad, deze helling geeft dus jou SR van je opmap. Uit de helling. Want je kunt gewoon twee punten lokaliseren op je curve hier ook. Je zegt, nou, het is een lineaire, een redelijk lineaire lijn. Je gaat twee punten lokaliseren, bereken ik daarmee de helling, richtingscoëfficiënten, wiskunde. Nou, dan zeg je, dit is SR. Dat is de helling. Ja, dan ben ik klaar. Zo kun je dus eigenlijk gewoon door te meten kijken wat er eigenlijk is, daadwerkelijk voor je opmap. Eigenlijk heb je een positieve SR en een negatieve SR. Dus je zou ook kunnen zeggen, ik maak hier een negatieve stap van 0 naar min 1 of zo. En dan kijk wat er gebeurt. Dat zijn twee aparte zaken eigenlijk. Maar goed, wij focussen in dit vak alleen maar naar de naar boven toe, naar positieve SR. Maar je hebt eigenlijk beide. Er zijn hier onduidelijkheden, vragen wat ik kan. Beantwoorden om de zaak even duidelijk te maken. We gaan even aan een aantal voorbeelden kijken. Ik hoop dat het daarmee wat duidelijker wordt. En dan gaan we verder. Ja, kan het weg? Ja, dus we gooien de sinus in. En helaas krijgen we geen sinus aan met die blauwe lijn. Dat is een driehoekje. Dat is een slew rate eigenlijk. Dat is altijd zo, als je frequentie niet zo. Als je frequentie hoog hebt, of als je amplitude te hoog is, of beide. Die twee spelen een rol. Dat hebben we hier in dit voorbeeld gezien. Ja, maar het... Het is wel altijd zo dat je niet mooie sinus hebt. Je krijgt geen mooie sinus uit. Je krijgt er een driehoekje uit. Je krijgt geen blok uit, laat ik zo zeggen. Het is geen een andere vorm. Kijk, als je helemaal geen signaal krijgt, dan is iets anders aan de hand. Dus is vaak de voeding niet aan, toch? Als staat de voeding niet aan, zit je half op je meter. Dan kom ik aan en heb ik de voeding aangehouden op de los. Nou goed, dat is niet echt een prestatie van mijn kant. Het is gewoon. Kijken. Even kijken. Even een voorbeeldje, jongens. En probeer het zelf te doen. De SR van een op-amp. Van een op-amp is 0,5 volt per microseconde. Dat is gewoon uit de datasheet geplukt. Ja. V-out maximum, van wat de op-amp kan leveren. Is, ja, het maximum is 14 volt. En dat gaan we ook daadwerkelijk aan de uitgang zien. Dus dit is verder. En dit krijgen we ook aan de uitgang. En dit krijgen we aan de uitgang. Want de vraag kan ook komen van, nou, hebben we dat wel aan de uitgang? Want daadwerkelijk. Ja, dat waar. Berekening. Bereken. De full power bandwidth. Recht toe, recht aan op praten, maar eigenlijk de formule netjes moet gebruiken, dat is alles. Nou, SR hebben we, daar hebben we staan, 0,5 volt per microseconde. Dat is gelijk aan 5 keer 10 tot de macht 5 volt per seconde. Zet deze altijd om, want je moet in die formule het zaakje in volt per seconde breken en niet voor volt per microseconde. Dan gaat het... Kan het fout gaan als je zegt, nou ik heb het toch wel in mijn achterhoofd, moet je zelf weten. V-out max, dat is bij ons 14 en we willen ook 14. De vraag is, full power, dat is de vraagteken. Nou dan kun je zeggen, oké, dit heb ik allemaal en een full power bandwidth, volgens SR delen door, 2pi. Keer V-out max. Ja, en nu heb ik niet echt over SR naar boven of SR naar beneden gesproken. Dat is gewoon één SR. Nou, daar gaan we ook niet over hebben. Dit is gelijk aan 5 keer 10 tot de macht 5. Gedeeld door 2pi keer 14. Nou, zo simpel is het. En als ik nou dat dan netjes
ding op de rekenmachine stoppen, krijg ik eruit 35. Klopt dat? Even kijken, toch even met jouw rekenmachine, Arjan. Is het in die microseconde? In die microseconde, ja? Ja, daar staat geen microseconde. Ja, is goed toch? Ik heb het gewoon een keer een miljoen gedaan. Is goed. Dat is echt goed. Oké. Geen commentaar. Dan kom ik uit op 5.684 hertz. Ja? 5,6 kHz bijna, 5,7. Want ik wil dit gewoon keer een miljoen. Dit staat al 0,5, keer een miljoen is 500.000. Kijk, dit is hem. Moet je voorstellen dat jij bijvoorbeeld de bandbreedte hebt uitgerekend van 10.000 hertz. Nou, dat is sowieso not done. Je kan wel hebben, ik heb een bandbreedte, maar ja, dit stukje is echt niet eens 6 kHz. Ja? Volgende vraag. Volgende vraag, next. Ander examen. Maximale uitgangsspanning. Uitgangsspanning. Even kijken. Moet zijn 8 volt. En bandbreedte. En bandbreedte moet zijn. Bandbreedte moet zijn. Dit. Oké? Reken de minimale SR. Dit keer wordt de slew rate gevraagd. Dus in principe ga je je op-amp kiezen afhankelijk van de SR. Dit keer is de enige parameter. Je hebt het gekregen en je hebt de bandbreedte gekregen. En bandbreedte is nu 100.000 hertz. Dat zie je. Ik heb het expres zo gedaan, want het kan zijn dat je bijvoorbeeld bij 1000 hertz begint tot en met 100.000 hertz. Dan is dat tussen niet belangrijk. Dit heb ik. Nou, SR is een vraagteken dit keer, dus niet gegeven. Wat ik wel heb gekregen is de full power band, dat heb ik al. Dat is gelijk aan 10^5 hertz in hertzjes. En ik heb de uitgangsspanning maximaal. Dat is 8 volt. Nou, dat is een kwestie van invullen. Want SR gelijk is dan 2π keer de full power band keer VO max. π × 10^5 × 8. Nou, dan komt er een getal uit, even kijken of ik... Dan kom ik uit op 5,03 keer 10^6 volt per seconde. Nou, dat kan ik dan ook schrijven zoals de datasheet dat doet. Daar is ook dit. Nou, klaar. Dus je zou kunnen zeggen, ik ga toch voorop van 5 volt per microseconde, ja. Die andere heb ik niet, of dat is weer zoveel keer duurder. Dan moet je met je klant even uitvechten wat we hiermee gaan doen of wat we daarmee gaan doen. Ja, als de klant zegt, ja, dit vind ik wel goed op met 7 volt, ja, dan zit je goed. Ja, of de bandbreedte kan wel naar iets lager, dat is ook goed. Ja, want dit is een discussiepunt. Je kan zeggen van, nou, kom op, 0,3 volt, dat moet even fixen. Ik kan ook zo zeggen, ja, ik wil toch een beetje range, een beetje een speling, ga naar 6 volt. 8 volt, dat is allemaal een ontwerpkeuze. Duidelijk het? Ook duidelijk. Allemaal niet zo moeilijk. Handig gebruik maken van
deze formule, dat is het eigenlijk. Nou, we gaan naar de volgende onderwerp. En dan gaan we kijken naar de common mode signalen en differential mode. Dus we gaan naar dit kijken. Common mode rejection ratio. Daar gaan we naar kijken. Heel lang woord, dus dat gaan we ook niet gebruiken zo. We gaan het gewoon zeggen CMMR. CMRR, sorry. CMMR, dat is gewoon genoeg. Ja. Common mode rejection ratio. Wat is de definitie van common mode rejection ratio? CMRR kun je berekenen in dB's of in factoren. Dat is gelijk aan 20 log van de differential mode gain, dus ADM, gedeeld door de common mode gain wat jij hebt. Dit kun je meten. Ga ik laten zien hoe je dat kunt meten. Daar neem je de absolute waarde van, want je kunt natuurlijk ook een differential mode gain hebben die negatief is. Denk aan de inverteerde versterkers. Al die dingen die we tot nu toe hebben gedaan, de closed loop gain verhaal, was allemaal differential mode gain. Ja, dus de ADM is differential mode gain. Is differential mode gain. Ja, dit is common mode gain. En dit is een factor, wel een absoluut. En dan komt er 20 log. Dat is ook een dB's. Dus hier krijg je een antwoord in dB's. Dus de uitgangsspanning die wij tot nu toe hebben besproken, hebben uitgerekend, nam alleen maar dit in rekening, maar niet de ACR. Dus de uitgangsspanning, dus de totale uitgangsspanning, bestaat dus uit een deel ADM, een deel van de ACR. Dus totale uitgangsspanning, uitgangssignaal of uitgangsspanning, bestaat uit Vout bestaat uit een ADM keer de VIDM, dus de ingangsspanning differential mode, plus ACM keer de ingangsspanning common mode. Ja, dit is de differential mode ingangsspanning, dit is de common mode ingangsspanning. Wat betekent common mode ingangsspanning? Je gaat gewoon de twee pinnen die jij hebt kortsluiten. En dan bied je eigenlijk aan beide pinnen hetzelfde signaal. Dat is wat je doet. En differential mode is op één punt wel en één punt niet. Wat je dus eigenlijk continu hebt gedaan. Dus dit deel is dus eigenlijk onze V-out differential mode. En dit deel is onze V-out common mode. Ja? Dit is wat we willen. Is wat we niet willen. Dus wij willen graag een uitgangsspanning, is dit plus 0. Ja? Ja, dit is wat we willen. Dit is gewenst. Dit is ongewenst. Want je kunt ook zo bekijken. Stel jouw op-amp circuit is klaar, inverteren versterker heb je gebouwd. Moet 6 keer versterken. Nou, je hebt ergens een storing, maar die storing komt niet op één punt. Op één pinnetje, die gaat ook op die andere pinnetje. Zeg maar een rol spelen. Dus dat gaat op dezelfde pinnetje, rotzooi, zeg maar, slingeren. Ja? Als jouw common mode versterking groot is, relatief groot, dan kan dus met die common mode signaal een uitgang een groter effect hebben. En dat wil je juist niet. Dus dit ding moet heel klein zijn vergeleken met dat ding. Waardoor, zeg maar, deze common mode rejection ratio dus een groter getal is. Dus als het bijvoorbeeld 100 dB is, dat is een redelijk getal. Maar als het 60 dB is of whatever, dat kan dus veel minder zijn. Dus eigenlijk voor jouw applicatie niet goed genoeg is. Ja? Dus even nog hier daarnaast. Voor de extra toelichting. Dus de ADM is dus gelijk aan de uitgangsspanning differential mode. Gedeeld door de ingangsspanning differential mode. Dat spreekt voor zich. Alleen maar voor dat. En dit is dan voor de common mode. Dus de uitgang common mode gedeeld door ingang common mode.
we nou terug naar onze opamp kijken. Tenminste, gewoon even een kaal opamp circuit. Met onze plusje en de minnetjes vooral. Hier is de plus. En hier is de min. En hier is onze uitgang. Dit was onze V plus, hè. Dit was onze V min. Ja. Hoe is nou de VIDM en VICM nou gedefinieerd? Dit is onze uitgang. Nou, VIDM. VIDM is het verschil tussen deze twee. En we beginnen met plus. Dan doen we min. Min. Ja. De common mode is het gemiddelde. Dus dan ga je ze bij elkaar optellen. En deel je ze door 2. Ja. Nou, dit kun je dus ook weer modelleren. Want je kunt zeggen, nou oké, ik heb hier een signaal, dat is dus iets. En ik heb hier een ander signaal. Maar wat ik schrijven wil, ik wil die V plus schrijven in termen van VIDM en VICM. Dat kun je ook doen. Dus je kunt zeggen van, nou, ik ga deze twee, die zet ik hier. Dat is gewoon die ene pin. Ja. En dan heb ik hier die andere pin. Hier is de V min en hier is die V plus. Dat is gewoon de opamp wat je ingaat. Ja? Je kunt dit ook zo zetten. Dit is ook equivalent aan hier een pinnetje en daar een pinnetje. Zelfde pinnetjes. En dan zet je hier een spanningsbronnetje, daar een spanningsbronnetje. Deze teken ik even zo. En zet je hier je common mode signaal. Dit zijn de andere signaal, die ga ik zo meteen erbij tekenen. Dit is dan gelijk aan ICM. En hier heb je dus de VI D delen door 2, DM. En hier heb je VID M door 2. En hier zit die V plus en hier zit die V min. Dus wat zie je? V plus is gelijk aan dit ding plus dat ding. En V min is gelijk aan min dit plus dat. Dus uiteindelijk komt het hierop uit. V plus is gelijk aan VICM plus VIDM deel door 2. En V min is gelijk aan VICM min VIDM gedeeld door 2. Dus je kunt het ook dus schrijven in termen van deze twee dingen die je heel graag zou willen gebruiken, omdat dat gewoon in andere formule staat. Dit is de totale uitdrukking voor de uitgangsspanning. En dat is de formule. Dat is de verhouding tussen de differential en de common mode. Hoe kun je dat dan meten? Want dit zou je graag willen meten. En dit zou je ook kunnen meten. En zou je ook graag willen meten. En dan kun je gewoon je CMRR uitrekenen. Ik haal het even weg, dit stukje. Dan laat ik even zien. Schematisch hoe je dat kunt uitrekenen. Of dat kunt meten. Je kunt bijvoorbeeld het volgende doen. Je kunt zeggen, ik ga mijn opamp een simpelste configuratie zetten. En ga ik de twee ingangen wat ik heb, lekker kortsluiten. En zet ik hier gewoon een signaal. Gewoon een signaal. En dat noem ik, ja, uiteraard VICM. Maar ja, je mag het ook VX noemen, maar dat is natuurlijk de VICM. En wat hieruit komt is je VOCM. Je kunt dit dus zelf definiëren. 1 millivolt, 2 millivolt of whatever. Je meet dit. Dat kun je dus meten. En dan, dus het enige wat je dan moet doen is die vergelijking daar gebruiken. Dan kun je hier zeggen, dit is dus de meting voor. Meting voor ACM. Dit is ook praktisch te doen. Het is allemaal niet zo moeilijk. Gewoon aansluiten, voeding, et cetera. Netjes. Heel veel dingen aan, hè. En dan heb je. Dit is meting voor ACM. Ja? Nou, theoretisch zou je dus de differential mode gain ook kunnen meten. Dan doe je het volgende. Dan zet je weer plus en een min. Wat zou je dan moeten doen? Nou, dan zou je eigenlijk op twee pinnen, dus deze, twee signalen moeten aanbieden die uitfase zijn. Hoeveel uitfase?
60 graden, 20 graden? Nee, 180 graden, dat moet die uitfase zijn. Dus je moet hier eentje zetten, VIDM, deel door 2, min bijvoorbeeld. En die andere moet VIDM, deel door 2 zijn. Dit zou je theoretisch moeten doen. Dit is theoretisch. Theoretische meting ADM. Maar praktisch, dit is de uitgang, dus hier dan de VODM. Maar praktisch gaat het een beetje lastig. En praktisch, wat we doen is, even dit weg. Praktisch gaan we dit omzetten naar een wat makkelijkere configuratie. Weer dezelfde opman. Weer plus een minnetje en zetten we hier gewoon één signaal. Tussen de plus en de min. Wel eentje grounded. Ja, dat is onze VIDM. Dat is onze volledige signaal dan. Ja, dat is niet met de helft van die signaal en de helft van die andere signaal. Ja, en hier komt dan uit. Dus de VODM. Wanneer mag je dit doen? Dat is ook een vraag. Ja, dit is theoretisch, dit is praktisch, dus dat is wel erbij zitten. Dus wanneer mag je dat nou doen? Dit is de praktische meting van ADM. Dit mag je alleen doen als jouw ADM vele malen groter is dan onze ACM. Dus dit is alleen maar als, dus alleen maar geldig als ADM vele malen groter is dan de ACM. Je kan ook zeggen, ja, dat weet je toch van tevoren nooit. Ja, soms niet. Maar vaak weet je wel, dan heb je een idee dat het wel veel groter is. Dus dan kun je eigenlijk met deze al eigenlijk al een beginnetje maken. Ja, maar eigenlijk is het zo, theoretisch. Maar dit is makkelijk, dit is gewoon een generator, aansluiten en kijken wat de uitgang is. En dan die ene formule gebruiken voor ADM. Past je. Maar met die ground eraan hou ik niet het hele effectje van die min VIDM. Wat zeg je nogmaals? Aan die kant staat een negatieve VIMD van D door 2. Ja? Aan de andere kant staat een grounded minpunt. En dan houdt dat de effecten van weg. Ja, maar dit is een sinusvormig signaal. Het gaat veranderen. Continu. Oh, tuurlijk. Dit gaat veranderen. Dit doet dit. Dit doet dit. Dit doet dit. Dus dat is die 180 graden shift die we dan hebben gerealiseerd. Maar theoretisch is het eigenlijk, dit moet tegelijk naar binnen. Dat is eigenlijk willen veranderen. Mm-hmm. Ja, dus dat is eigenlijk niet wat we doen. Dat doen we niet echt. Maar toch doen we dat, praktisch, alleen maar als de ACDM, of ADM, groter is dan ACM. Veel maal groter, dus niet één keer groter, of niet twee keer groter, bijvoorbeeld echt 100 keer, 200 keer zijn, echt groter. Laten we even naar kijken naar wat opgaves en voorbeeldjes. En dan duiken we naar onze laatste onderdeel, dat is de bias probleempjes, als je dingen opzet. Helemaal niet intensief toch? Wie is moe? Helemaal goed. Wie is moe? Niemand moe? Kan dat weg, de meetopstellingen? Liever niet. Ik wacht nog even. Het maakt niet uit, als we een paar minuutjes even uitlopen. 5-6 minuten. Dan kan ik gewoon even dat laatste stukje even mooi afronden. Dan staat er gewoon lekker één les. Maar ik kan niet slapen. Ik zag je wel slapen. Nee, geintje, geintje. Wat zei je nou, Robert? Ik zeg, ga maar door, schoon mij ruim 20 minuten. Ja, dat is prima. Okay. Dit kan wel weg, toch? Mij? Ja. Dit kan ook niet weg? Nou, maak er wel een foutje van. Ik heb staan op veel omhoog. Alles uit. Iedereen heeft alles. Nou, je bent gered. We gaan kijken naar even een voorbeeldje. Een versterker heeft, we gaan beginnen, ik heb het al alvast beginnen te overnemen. Een versterker heeft een IDM van 20 millivolt, dat is gegeven. En 5 volt piek, dit is ook piek trouwens. 5 volt piek
VIC als VICM door een storing. Dus we krijgen 5 volt piek door een storing op onze ingang. Dus we krijgen 20 millivolt differential mode, maar wel 5 volt common mode ingang. De vraag of wat nodig is, dat is de eis. Eis is, dat is gewoon de klant, die zegt van nou, de common mode, dus de common mode bijdrage, dus de common mode bijdrage. Kijken. Aan de uitgang, ja. Aan de uitgang. Aan de uitgang. Moet 60 dB lager zijn. Lager zijn. Dan de bijdrage door de differential mode. Aan de uitgang. Dat betekent dus de differential mode uitgang, ja, dus VODM, moet dus 60 dB hoger zijn dan de common mode uitgang. Dat zegt hij dus. De common mode bijdrage aan de uitgang moet 60 dB lager zijn. Je kunt het ook zo lezen. De differential mode aan de uitgang moet 60 dB hoger zijn dan de common mode bijdrage aan de uitgang. Dat is onze eis. Dat is gewoon wat ik eigenlijk nodig heb. Dat is wat de klant zegt. Wat heb ik dan gevraagd? De vraag is... Dit is de vraag. Bereken de minimale benodigde, dus de minimale CMRR. Dat is een ontwerpprobleempje. Nou, we kunnen gewoon gelijk beginnen met de definitie van CMRR op te schrijven. Wat is dat? 20 log, absoluut, ADM, delen door ACM, absoluut. Ja. Dit is de vraag, wat weten we hier binnen? Dat is de volgende vraag. Toch? Wat weten we, dat kunnen we ook even schrijven, wat weten we, wat zijn de gegevens? VIDM is gegeven als 0,02 volt. En VICM is gegeven als 5 volt. 5 volt. Gewoon 5 volt. Gewoon volle map krijg je eigenlijk. Dus de situatie is super erg gemaakt. En ik wil dit. Dit is ook een conditie. Ik wil de VODM gedeeld door. Toch? VODM. Wat willen we? VODM gedeeld door. VO, zeg maar, wie? Nee, kijk eens goed. De common mode bijdrage aan de uitgang moet 60 dB lager zijn dan de common mode, of differential mode bijdrage. Dus dit moet VOCM. In dB's moet dit zijn 60. Dat staat hier, hè? Gewoon die hele lange zinnetje wat ik hier heb, is dit. Kijk maar, dus dit heeft niks te maken met ingang. Hij zegt, ik wil de bijdrage aan de uitgang van de common mode, whatever het ook is, moet 60 dB lager zijn dan de differential mode bijdrage. Of je zegt, de differential mode bijdrage gedeeld door de common mode bijdrage moet 60 dB zijn. Je had ook zo kunnen zeggen, common mode bijdrage gedeeld door de differential mode bijdrage is min 60, whatever you want. Bij dezelfde. Nou, als je nou goed kijkt, wat staat hier? Als je dat even uitpakt. Want hier staat, ADM is gelijk aan VO differential mode gedeeld door VI differential mode. Dat is gewoon de definitie, dat kan ik erin frotten. En ACM is gelijk aan VO common mode delen door VI common mode. Nou, dat ga ik allemaal invoeren in die vergelijking. Als je goed kijkt, ik heb hier een breuk boven en ik krijg hier ook een breuk eronder. Staat hier. Nou, breuk delen door een breuk, dus je deelt door een breuk. Wat gebeurt er? Dan vermenigvuldig je met omgekeerde. Dus in principe staat hier dit. CM
RR is gelijk aan 20 keer de log van, haakje, haakje. Ja, dan staat hier het volgende. Dit ding, dus VODM. VIDM gedeeld door VOCM gedeeld door VICM is gelijk aan 20 log. Even kijken, VODM gedeeld door VOCM. Dit is gewoon wiskunde. Daar zijn we heel goed in. Dan krijg ik dit. Krijg ik twee breuken die met elkaar vermenigvuldigen. Nou, weer logaritme, want die wiskunde was toch niet voor niets. Vermenigvuldigen binnen betekent optellen buiten. Dan krijg ik het volgende. CMRR is gelijk aan 20 log VODM gedeeld door VOCM. Plus, weer 20 log. Ja, of de 20 gooi je er buiten, whatever you want. En dan VICM gedeeld door VIDM. Nou, ik heb hier alles. Want dit getal heb ik. Dit getal heb ik. Dit ding heb ik in verhouding, niet per se specifiek. Want het hele ding hier, de eerste term, is 60. Dat staat daar. Compact geschreven. Dit is plus 20 log. En VICM, wat is dat? 5. En wat is VIDM? 0,02. En als ik het er nog netjes allemaal invul, dan krijg ik 60 plus nog wat. Maar als je dat netjes doet, dan krijg je hier 108 bijna. 107,96 dB. That's it. As simple as that. Ja, dus hoe begonnen we? We begonnen met de versterker. Die had twee soorten ingangen. Dit heb je, dit is wat je wenst. Dit krijg je, dat is niet wat je wenst, maar dat krijg je. Maar je wilt wel dit. Dus zo'n opgave op de toets betekent, ergens zo'n analyse zelf. Iedereen zit echt op zo'n, lippen te bijten, pot. Dat was ook niet de bedoeling. Is het moeilijk? Valt mij wel toch? Want, Niels zegt het valt mee. Dus als hij het zegt, dan valt het mee. Goed, dan de volgende is DC biasing. Dat soort dingen. En dan is het helemaal gebeurd. En die is makkelijk. Want dat zeg ik altijd. Wat zeg je? Er zijn maar twee adviertjes in plaats van vier. Nee, dit zijn er acht. Wat is er veraf? Nee, ik nog hard is. Je zegt VODM, VOCM, is gelijk aan 60 dB. Ja, in dB's. In dB's. Dat staat toch hier? 20 log, want als jij een versterkingsfactor van mij hebt gekregen. Ja, precies, daar moet je 20 log. Ik zeg 6 bijvoorbeeld, wat is dat in dB's? 20 log. Nee, dus dit is niet 20 log, 60. Nee, nee, dit is niet 60. Nee, nee, precies. Daarom zeg ik ook. In dB's uitgedrukt, dat is een beetje wiskundig luilij. Ja? Jongens die niet snel zijn. Een laatste onderdeel en dan gaan we er echt mee ophouden. Maar dit is vrij oké, hier komen jullie wel uit. Dus dat gaan we vrij vlug doen. In een beetje 5, 6 minuten vertraging, dat komt wel. Ja? Nou, maar één vraag, waar blijft die absoluut uit de formule? Klopt, want we hebben nu geen absoluut teken nodig gehad. Je hebt gelijk, het zou wel nodig kunnen zijn, maar we hebben het niet gehad. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van mij of kunnen krijgen. Ingang was dit en uitgang was daardoor VODM van min 0,6 volt. Dan moet je wel die absolute gebruiken. Maar je schrijft wel gewoon door als het ware. Ja, in principe wel, maar je kijkt eigenlijk naar de absolute waarde. Je hebt gelijk hoor, als je zoiets hebt moet je oppassen. Want dan krijg je in het log een negatieve getal. Dan denk je error, nou, het gaat allemaal nergens over. Gaat het weg jongens? Of ik ben al eigenlijk aan het... Hij zit op video, dus als je zeg maar toch verder wilt, dan kun je mee. De volgende is de offset, en dat is de laatste.
offset. Ah, DC imperfections. DC imperfections, daar hebben we het eigenlijk dit keer over. Gelijk spanning, gelijk stroom, soort dingen. Dus dat is DC fouten. Nou, we hebben een model, dat gaan we in dit vak gebruiken. En dat mag je ook op een toets gebruiken, dat krijg je gewoon van mij. Dat hoef je niet uit je hoofd te leren. Gelukkig niet. Nou, we hebben een op-amp, dat hebben we nu al gezien. Daar zijn we er een beetje wel zat mee. Dit is de op-amp die we hebben. Hij heeft twee pinnen en dan hebben we eigenlijk altijd de stroom naar binnen, allerlei dingen zeg maar, genegeerd. Ja? Maar het heeft eigenlijk, als je goed in je dataset kijkt en ook dit echt netjes behandelt, echt binnenin bekijkt, staan hier de stromen naar binnen en hier ook de stroom naar binnen. En die kun je weer modelleren als vier verschillende stroombronnen. Ik ga niet in detail hoe dat kan, maar ik ga wel aangeven dat die bronnen bestaan. En in de dataset, als je dan openslaat, in de dataset staan hier een aantal dingen. Zoals offset, spanning. We gaan daar naar kijken. Offset, spanning. We gaan kijken naar offset, stroom. Offset, stroom. En we gaan kijken naar bijstroom. Je kan zeggen van, nou, je had het nog net over 4, nou is het opeens 3. Ja, klopt, maar deze bestaat uit 2. Dus je hebt hier een IB1 en IB2. Dus dit is VO. V-off. Dit is I-off. Dit is IB1 en IB2. Die bestaat uit 2 bronnen. Dan hebben we dus in totaal 4 bronnen. Die in dit ding zit. Ja? Dus dat modelleren we. Dan pak ik even mijn rode pen en ga ik het even daarmee modelleren. Hoe modelleren we dit? Nou, tot als volgt. Ik ga dat even naast zetten, want wat hoger. Ik ga hem even naast zetten. Hier ook. Zo. Nou, we hebben hier een bronnetje. Dat is de stroombron. Dat is de stroom tussen twee klemmen. Dat is die offsetspanning, of zo'n stroom, offsetstroom. Dat is gedefinieerd als I of geheel 2. Dus niet I of, maar I of geheel 2. We hebben ook hier, dat is de spanning hier ook. Dat is de V of, dat is dus de offset spanning. Dat is de offset stroom, geheel 2, dat is de offset spanning. We hebben daarna nog twee andere dingen, dat zijn dus de bijstromen. Die lopen van de ene pin naar buiten. Dat is de IB1 bijvoorbeeld. En die andere, die loopt ook naar buiten. Dat is IB2. Nou, voor het gemak kun je zeggen, dit is gelijk aan dat bijvoorbeeld, even groot. Maar dan nog moet je ze wel als aparte bronnen in de berekeningen meenemen. Nou, voordat je helemaal doorgaat, kun je al zien, dit zijn 4 onafhankelijke bronnen. Dus betekent, superpositie is hier weer heel erg belangrijk. Dus we gaan het net effect wat we hier gaan krijgen, dus de V-out offset, bestaat uit een bijdrage van hem, bijdrage van hem, bijdrage van hem en een bijdrage van hem. Dus wij hier weerstand eromheen hebben, echt een inverterende versterker of niet inverterende versterker, die weerstandkeuze is dus belangrijk. Dus je kan wel zeggen, ik ga een versterkingsfactor maken van min 2. Kun je maken met 2000 en 1000 hè, bij inverteerde. Maar je kunt ook maken met 2 megaohm en 1 megaohm. Beide dezelfde versterkingsfactoren. Maar het effect aan de uitgang bij de laatste is veel meer. Dus je krijgt meer DC. Offset. Dus de DC level, dus jouw niveau, gelijkspanningsniveau, is veel hoger bij de vorige. Of bij de eerste. Of sorry, bij de tweede. Dus dan krijg je dus eigenlijk een probleem. Dus de keuze daarvan is dus belangrijk. Niet zomaar van, nou, dat is prima toch, de verhouding is belangrijk en de rest niet. Maar dat is niet zo. Dan moet je even goed kijken. Nou, laten we even kijken naar zo'n situatie. Even een voorbeeld. Dit is het model, dit krijg je van mij. Gewoon op je toetsblaadje. Gewoon in de opgave of aparte velletje. Dat krijg je gewoon van me. Dat hoef je niet uit je hoofd te weten. Wat je wel moet weten is, natuurlijk, dit gebruiken, toepassen. Nou, ik heb hier het circuitje. We gaan gewoon even met een voorbeeldje maar even beginnen. Dat hebben we denk ik wel in die laatste 5-6 minuten die we hebben. Want
het is allemaal netwerktheorie, hè? Alleen maar driehoeken ertussen. Toch? Nou, we hebben... dit moet een minnetje zijn. Nou, ik heb hier een inverterende versterker dit keer. En nu kijken we helemaal niet naar slew rate, helemaal niet naar andere dingetjes, alleen maar naar onze... Kijken, wat heb ik daar genoemd? Ja, de VO. Dit is R2, dit is R1 en ik heb hier een signaalgenerator. V1. Dit is wat jij hebt. Dit is gewoon wat je hebt gekregen. En ik heb aangegeven dat R1 gelijk is aan R2. We hebben het eventjes simpel gemaakt. Nee, excuus. Pardon. Helemaal niet simpel gemaakt. R1 is gelijk aan 10.000 ohm. En R2, kijk even verkeerd, is 100.000 ohm. Dus we hebben een andere situatie. Dus wat hebben we hier voor een versterkingsfactor? Dat was niet de vraag, maar dat kunnen we gelijk uitrekenen. Min R2 gedeeld door R1 is gelijk aan min 10. Dat hebben we al. Wat is wel de vraag? De vraag is, bereken VO, ik moet het even beter noteren, VOUT offset gebied. Wat wil ik daarmee? Wat is de minimumwaarde en wat is de maximumwaarde van je V-out offset? Ja. En de weerstand is ook perfect, dus geen toleranties, gewoon 0%, allemaal fantastisch. Wat 1 kilo ohm is, 1 kilo ohm, dat is natuurlijk allemaal onzin. Maar goed, dat nemen we even niet mee in de berekening. Wat kunnen we nou hier dan doen? Wat is dan eigenlijk onze aanpak? Wat zouden we kunnen doen? Nou, omdat dit ding een sinusvormig signaal is, dus AC, en we kennen van in Leela, als jij met DC werkt, wat is AC? Die zet je uit. Precies. Dit is dan eigenlijk kortsluiting. Die gaan we kortsluiten. Dus wat eigenlijk dan wel mee gaat spelen is deze, deze, deze en deze. Ja, nou, jullie hebben dit nog wel in je, op een papiertje of zo. Dus die neem ik, die haal ik hier even weg. Nou, wat is dan de bijdrage zeg maar, van, laten we zeggen, de offsetspanning? Dus bijdrage, van V-off. Nou, als ik alleen de bijdrage van V-off wil weten, moet ik alles uitzetten. Dat betekent dus, de IB1 en IB2 zijn open. En I-off is ook open. Dus wat voor circuit heb ik dan? Als je goed kijkt in een model, heb je eigenlijk daar een geïnverteerde versterker. Dus dan heb je eigenlijk dit. V-out ten gevolge van V-off, doe ik even zo, comma V-off, is gelijk aan min V-off, want het ding is min, keer min R2 delen door R1. En dan kun je hier eigenlijk zeggen, nou, omdat dit allemaal negatief is, kan ik zeggen R2 gedeeld door R1 keer V-off. Nou, als ik dat nou allemaal geef, hier bijvoorbeeld V-off zoveel I of zoveel I bij is, kun je uitrekenen wat dat is. Want dit is gelijk aan 10 keer V-off. Ja? Nou, laat ik hier ook gewoon geven, heb je gelijk dat ook erbij. V-off. Dat ligt tussen de, even kijken. Moet ik even checken. Ja. Het ligt tussen de plus en de min 2 millivolt. En I-off geef ik ook even. Dat ligt tussen de plus en de min 40 nanoampère. Ik wil niet zeggen dat het ongeveer is. Dus tussen 40 nano en min 40 nano. En ik heb bias. Dat geldt en voor de IB1 en voor de IB2. Dat is gelijk aan. Dat is gelijk aan plus of min 100 nanoampère. Nou, wat betekent het dus? Nou, dat kun je dus hier invullen. En dan kun je zeggen V-out ten gevolge van V-off is alleen 10 keer plus of min 0,002. Oftewel plus of min 0,02 volt.
Dat is de bijdrage. Dus je kunt 20 millivolt of min 20 millivolt aan de uitgang krijgen. Alleen maar ten gevolge van de V of de opzetspanning. Nou, wat is dan de bijdrage van I of? Nou, dat zat natuurlijk tussen die twee klemmen. Nou, dan gaan alle bronnen weer uit, behalve hij. Ja? Dus als je nou dat tekent, pak even een andere pelletje. Voor mij stond het zo, hè? Zo. Natuurlijk. En dan heb ik hier dat IB, maar die is gewoon open, dus heb ik alleen aan mijn ground. Hier tussen zit die I of deler 2. Nou, hier zit die. Wat zit hier? Ja, maar hier zit wel een weerstand. En dan heb ik hier R1 en dan heb ik hier R2. En hier heb ik mijn uitgangsspanning. Oké, nou, dan kun je tegen jezelf zeggen, nou, als ik nou hiervan wil uitrekenen, wat dan de bijdrage en uitgang. Dus dit is DC natuurlijk, moet je eigenlijk hoofdletter van maken. Dus de V-out ten gevolge van I-offset, wat is dat? Nou, als je zegt, van, nou, ik vind het toch een beetje onhandig met die weerstand en die stroombron. Nou, maak van een Norton-vorm een TVNM-vorm. Wat is dat dan? Norton van dit naar TVNM. Dan moet je dit vermenigvuldigen met hem. En dit dan weer in serie zetten met die bron die je hebt gecreëerd. En dus dit wordt dan automatisch, dus voor mensen die het niet zien, wordt het dit. Een spanningsbron. Wordt vermenigvuldigd, dus deze I of gedeeld door 2. Ja. Dus hij staat onder naar beneden, dus moet ik eigenlijk dit omdraaien. Wordt vermenigvuldigd met die R1. En die R1 komt in serie met wat jij nu hebt gevonden. Dat is dus de R1, dat is dus de TVNM-vorm. En de rest is hetzelfde. Dan krijgen we weer hier op-on, minnetje, plusje, ground, R2. En wat is dan de uitgangsspanning hier? Nou, dit is gewoon onze niet-inverteerde versterker weer hier daar. Dus dat betekent, oké, okay, V-out ten gevolge van I-off is dus gelijk aan R2 gedeeld door R1 met een minteken ervoor. Keer dit ding. Ja? Keer min I of gedeeld door 2 keer R1. Nou, R1 valt tegen elkaar weg. Hè? Boven en beneden. Sorry. Ja, R1. En mintekens valt tegen elkaar weg. Dus dan krijg ik hier een heel simpele uitdrukking. R2 gedeeld door 2 keer I of. Nou, I of weet ik. Dat staat daar 40 nanoampère. En dit weet ik, dat is 100.000. Dan krijg ik hieruit 10 tot de macht 5, deel door 2 keer plus of min 40 keer 10 tot de macht min 9. Ja, zo gevolgd. Dat is de bijdrage die ik hiervoor I-off heb. Nou, de laatste bijdrage is dan de bijenstroom. Nou, één bijenstroom zat hier. Parallel aan die ground. En andere zat hier. Nou, de eerste die gaat helemaal geen rol spelen, want die is gewoon kort gesloten. Maar de tweede wel. Ja, die ga ik ook even tekenen. En dan is het echt gebeurd. Deze gaat weg. Ja, want hier is die hierbij is, hè? Maar die is kort gesloten. Dus die kan ik gewoon weghalen. En ik heb alles weggehaald behalve zeg maar de IB1 en IB2. Dat is onze R1. Dit is ook ground, maar dat is onze signaalgenerator. En hier zit mijn weerstand R2. Maar hieraan vast zat die IB2. Ja? Maar als je goed kijkt is dit weer exact hetzelfde stukje als daar. Want dit is gewoon kort gesloten, dat heeft geen effect nogmaals. Dit is gewoon weer tussen dit en dit. Dus de uitdrukking hier is exact zoals al daar, alleen hier heb ik een half en daar niet.
Dus dan kan ik het hier eigenlijk zonder al te veel uitrekenen, kan ik zeggen Vout ten gevolge van de IB, alleen de IB, is gelijk aan R2 keer IB. Want dat heb ik daar ook al, alleen ik heb daar een factor 2, of een factor half. Nou, dan kan ik weer zeggen, nou, dat was dus typen macht 5 keer plus of min, 10 tot de macht, min 7 volt. Nou, de bijdrage hier, weet je nu, bijdrage net van die uitgangsspanning, sorry, offsetspanning weet je ook. En bijdrage hier ook, en dan kun je eigenlijk dat allemaal bij elkaar optellen. Dan pak je de maximum en de minimumwaardes van elke, en dan zo zie je eigenlijk het gebied. Als je het netjes doet, dan kom je eigenlijk daar op een bepaalde waarde uit. Dan loopt het zo, dat is een net resultaat, dat is voor thuis voor jullie. En daar heb ik geen tijd meer voor. Dus het net resultaat is het volgende. Dus de V-out offset zit tussen. Maak ik het weer wat kleiner. Zit tussen de min 34 millivolt en 34 millivolt. Ja. Dus is je eigenlijk daar, dus je kunt aan de uitgang 34 millivolt of min 34 en daartussenin. Je kunt ook 0 hebben, weet je wel, dat moet mooi uitkomen, maar je kunt ook hebben 10 millivolt. Dat was het dan. Ja, dat is een beetje uitgelopen, maar goed. Was het waard. Dankjewel en de volgende keer.